Ja, hoi allemaal, vandaag een nieuwe video. Vandaag zijn wij in het Mistval. Oh, Dundal, Mistval. Ik weet niet waarom ik eerst mijn dingen had verwijderd. Ik wil even meteen dat jullie de like-button op de like-button drukken. En ik wil vandaag de 543 likes halen. Als dat meer is, ja, dan komt er dinsdag geen video. Ik bedoel zondag. Wacht, zullen we het zo doen? Als we die likes aantal halen, dan komt er... Ja, dat gaan we doen. Als we die like aantal halen, komt er zondag een video. Want zondag is eigenlijk geen uploaddag, maar de laatste tijd upload ik wel elke zondag. Ik weet ook niet waarom. Ik weet alleen niet waar de brievenbus is hier. Dus dat is een beetje een probleem. Hier of zo? Ik ben echt raar. Ik weet gewoon niet waar die brievenbus is hier. Oh, daar. Oké. Random. Oh, waarom opeens trompetten? Hoorden jullie dat? Die trompetten? Oeh, jongens, we hebben weer zoveel vragen. Ik ga gewoon nu dit keer random mails aanklikken. Oh, kijk. Ik verveelde me, dus ik dacht, ik ga wat questions stellen. Hoe lang speel je al Star Stable? Toen ik in groep 8 zat, in september. Toen kwam ik erachter dat Star Stable bestond. En toen in februari werd ik starter, dus toen speelde ik het echt. Dus, nou moet je... Groep 8. Eerste, tweede, derde. Vierde. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Ik weet niet de datum. Ik weet niet hoe je dat noemt. Want het was, ik weet nog dat het februari was, want het was na mijn CITO. En dus ik speel waarschijnlijk of 4 jaar of 5 jaar Star Stable. Volgens mij 4 jaar. Even nadenken. Dit wil ik weten. Hoe oud was ik toen ik in groep 8 zat? Oh ja, zo kan ik het natuurlijk ook kijken. Toen ik in groep 8 zat, hoe oud was ik toen? 12? Volgens mij was ik 12. Oh, dan speel ik 4 jaar Star Stable nu. Dat is echt lang. Hoe lang ken je Daphne al? Ik kende Daphne eigenlijk altijd al wel. Want zij heeft natuurlijk een Slag-account. En ik had altijd al wel een beetje met haar gedm'd en zo. Maar het was nooit echt diepgaand. Op een gegeven moment vertelde ze me dat ze dan ook een Insta of een Star Stable account had. En een YouTube kanaal. Toen vroeg ze of ik mee wil doen in een video. Daar heb ik toen nog een wonderbaarlijk avonturen video van gemaakt. En dat was ook gewoon chatten, want ik mocht niet skypen met random mensen. Mag eigenlijk nog steeds niet, maar ik doe het ook niet hoor jongens. Het klinkt alsof ik het wel doe, maar dat is niet waar. Ja, ik denk niet dat ze er trouwens heel moeilijk mee over zouden doen. Als ik nu met iemand een video op zou willen nemen. Dat 1,5 jaar denk ik. 2 jaar. Ik ken haar al heel lang. Ik heb mijn paard bijna 2 jaar. En de week voordat ik mijn paard kreeg, heb ik Daphne ontmoet. Wow, de tijd gaat snel, jongen. Ik ken haar al 2,5 jaar. Dat is al langer. Hè? What the? Oké, nou, blijkbaar 2,5 jaar. Was je lievelingsras op Star Stable? Ik weet het niet. Ik zag dat ik elke keer zeg iets anders. Ik weet het echt niet. Zou je een eigen club maken voor fans? Ik heb dat wel een keer gedaan. Alleen ik vind het heel lastig, omdat ik kom nooit eigenlijk online. En we hebben nu eigenlijk ook een club waar we ook fans, vrienden in stoppen. Of in kwamen. Alleen het werkt gewoon niet echt voor mij en Daphne. Zou je even iets terug willen sturen? Even iets. Zo. Ja hoi Jut. Ja hoi. Om te beginnen ben ik niet zo'n hele grote fan, want ik ben maar 1,50 meter. Oh ja. Nou, vind ik ook best lang hoor. Oh, dat is bijna... Dan ben je bijna even groot als mijn paard. Mijn paard is groter dan jou. Maar dan maakt verder niet uit. Hier de vraag is. Welk paard vind jij het mooist? Die jij hebt, vind je het mooist? Jongens, dat weet ik echt niet. Wel een goede vraag. Dit is de eerste keer dat er niet wordt gevraagd wat is je lievelingspaard of zo. Want mijn lievelingspaarden zijn niet mijn mooiste paarden. Mijn mooiste paard op Star Stable. Oh god. Guys. Ik weet het echt niet. Ik vind ze allemaal leuk.
Ik denk dat ik Goldstar wel echt heel erg mooi vind. De Mustang. Op welk paard zou je willen inruilen voor een ander paard? Als je een paard zou mogen ruilen. Dan zou ik een van die Jorvik wilde paarden, die blauwe, denk ik, inwisselen. Die vind ik gewoon niet zo heel erg leuk. Ik weet niet waarom. Gewoon, ja. Ben je wel eens op wintersport gegaan? Nee, wij gaan altijd in de zomer op vakantie en zo. En wel tussendoor. Maar nog nooit wintersport. Ik denk niet dat dat goed gaat komen met mij. Vertel je droogste grap. Ja, ik kan eigenlijk geen grappen vertellen. Ik ben daar echt niet goed in. Oh, er komt iemand. Hey. Ik heb geen droog. Welke iPhone heb je? Ik heb de iPhone 6. Ik had eerst de iPhone 5S. Alleen deze mag ik van mijn stiefmoeder overkopen. Hoe je het ook wil noemen. Oh, ik kan geen vrienden worden. Vind je deze vraagjes wel leuk? Ik vind deze vraagjes wel leuk. Ik vond de vraagjes wel leuk. Versturen. If you want attention, girl, stuur me een mail. Ik meen het. Hey Judith, ik kijk je video's en ik vind het super tof. Zou je alsjeblieft iets terug willen sturen? Dat is echt mijn droom. Iets terug. Oh. Wow, Judith, jongen. Jongens, Anouk is ook weer. Die heeft ook een YouTube-kanaal. Link is in de beschrijving. Ze heet Spooky. Ze maakt filmpjes van Sims. Dus kijk dat eventjes. Ik weet niet, ik hoor haar nu opnemen. Dus ik denk, ik zeg het wel even. Oh, opdrachten. Oh, oké, dit is echt heel lastig. Want ik zei dat we dat moesten doen. Ik denk dat ik dit in een apart video ga doen, dus deze bewaar ik. Maar leuke opdracht. Ik heb het even snel gelezen hoor. Een paar vraagjes. Hey Judith, ik heb een paar leuke vragen voor je. Welke ras zou je nog graag willen in Star Stable? De Connemara. Of bedoel je die er nog niet is? De draver, lijkt me wel heel erg leuk. Of een of andere Belgisch trekknol of zo. Welke ras zou je van jou weg mogen in Star Stable? De Morgan en de Quarter Horse lijken wel echt heel erg op elkaar. Maar ja, van mij hoeft er niet echt één weg of zo. Ja, ik vind Friese sportpaarden vind ik niet leuk. Ik snap niet wat die doen daar. Want dat bestaat toch niet? Welk paard is het snelste voor champs? Altijd wel de nieuwste paarden zijn volgens mij altijd wel het snelste. Dus op dit moment Connemara, als ik het goed heb. Maar de Morgan is ook heel snel. Op welk paard je het beste niet kan rijden? Zijn bijvoorbeeld Welsponies. Of het paard waar ik nu op zit. Die gaan ook niet zo snel. Welk paard is het langzaamst? Ja, de pony. Maar als je voor gewoon grote paarden bedoelt, deze. Dit soort paarden. Tenminste, dat weet ik niet zeker hoor. Ja, Judith, ik heb een eigen club, maar niemand wil erin. Zou jij mensen willen vragen of ze erin willen? Oké, nou, als jij in een leuke club wil, stuur dan Laila Bergborn een mailtje. En dan kun je bij haar in de club. Ze zit op Hurricane Hill. Dus yes, doe dat maar, guys. Wow, oké. Liever een Noord-Zweed, een nieuwe of een Connemara? Een Connemara. Ja, ik heb nu al een Noord-Zweed. Ja, ik weet niet, ik vind het allebei wel leuk. Liever dat heel Jorvik verandert of nieuwe missies? Heel Jorvik, dat het echt helemaal aangepast wordt? Doe dan maar nieuwe missies. Ja, ik snap niet helemaal van Jorvik veranderen. Hou je van Moorland of van Fort Penta? Ik hou meer van Moorland omdat dat gewoon het begin is van Star Stable en zo. Vind ik gewoon leuk. Liever video's maken of snoepen? Jongens, moet je heel even kijken. Er staan hier allemaal chocolaatjes naast mij. Maar ik doe een maand lang geen chocola. Het gaat heel goed. Dus op dit moment liever foto's en video's maken. Liever dat je met Daphne opneemt of een fandag. Ik denk met Daphne opnemen. Omdat een fandag, dat is heel lastig. Omdat je niet iedereen je kan zien meer tegenwoordig. Omdat het dan te veel zijn. Dus ja, liever lifetime of wil je liever heel veel paarden kopen? Ja, liever lifetime. Want als je heel veel paarden hebt, maar je geen Star Raider bent, dan heb je er niet zoveel aan. Liever een club maken met Daphne of opnemen? Ik heb al een club met Daphne. Hou je liever van spinazie of spaghetti? Spaghetti sowieso. Liever een nieuw paard of level 20 worden en alle sterren hebben?
Level 2. Ja, ik ben al level 20, dus ik doe dan level 21. En alle sterren. Alle sterren hebben, ja. Ik hoef niet per se meer nieuwe paarden. Liever 20 woorden of SO downloaden? Die snap ik niet helemaal. Ik denk Star Stable downloaden. Dit waren de vraagjes. Stuur please een briefje terug. Ja, jongens, even niet boos worden dat ik niet op haar reageer. Alleen het is niet handig dat ze er nu bij gaat staan. Ik ga gewoon door met mijn video. Alleen, ja. Straks denk je dat ik arrogant ben of zo. Want dat wordt heel vaak gezegd. Maar dat komt gewoon omdat ik nu aan het opnemen ben. En dan ga ik gewoon bezig met opnemen. Ik kijk je video's sinds kort. Ik ben een abonnee. Ik hoop dat je terug antwoordt. Oh, ik heb een vraag. Pizza of patat? Patat. Hond of kat? Hond. Ondanks dat hier katten boven hangen, hond. Liever altijd zingen of liever altijd dansen? Liever altijd zingen, denk ik. Ah, liever altijd dansen is ook wel leuk. Paardrijden of dolfijnen? Of paarden of dolfijnen? Paarden. Altijd fanmail krijgen of altijd gestalkt worden? Altijd fanmail. Want ik vind, kijk, stalken, het maakt me op zich niet heel erg uit. Maar het is meer voor de video's vind ik het niet fijn. En ik vind het niet leuk omdat ik gewoon niet altijd reageer op iedereen. En dan, als ik dan niet reageer op iemand, dan is het meteen, ja, Judith is arrogant. Maar dan denk ik, ja. Ja, wat wil je dan? Dat ik, ja, tijdens een video, dan ben ik gewoon bezig met video. Dus ja. Hoe lang rij je al? Ik rij 8 jaar. Ja, ik rijd nu niet om aan mijn paard. Maar ja, hoe lang ik eigenlijk bezig met paarden dan? 8 jaar of zo? 9 jaar? Ja, ik denk al 9 jaar ondertussen. En ik ben nu 16. Want ik heb... Ja, zoiets. Hoe, Fjord of Andalusier? In het echt een Andalusier. Ja, Andalusier. Fries of Noord-Zweed? Ik vind Friesen niet zo mooi. Op Star Stable dan. In het echt vind ik ze wel heel mooi. Maar op Star Stable vind ik ze echt niet mooi. Dus een Noord-Zweed. IJsje of Engels volbloed? Oh. Ik vind ze allebei heel erg leuk. Engelse volbloed vind ik leuker, denk ik, omdat die normaal zijn. Als je een bijnaam hebt, vind je die leuk? Ja, mensen noemen me altijd Jut. Ik kom door een leraar bij mij op school. Die noemt mij altijd Jut. Omdat hij een van mijn vriendinnen heeft, die ook die Judith heet of zo. En toen op een gegeven moment, toen zei hij dat de hele tijd. En toen werd ik door de gangen echt nageroepen. Jut. En ze weten allemaal dat ik Jut kanaal heb. Dus was het Jut vlogs en zo. Ja, vond ik niet heel erg leuk. Maar op zich, Jut vind ik wel oké. Okay. Ja, maakt me niet heel erg uit. Mensen noemen me ook wel eens jou dit of you did it. Maar meestal noemen ze me gewoon Judith. Eigenlijk. Dit waren de vragen, zou je op willen reageren? In de video gereageerd. Groetjes. Dan denk ik dat het helemaal ergens onder staat. Bedankt voor je reageert. Oh, ze heeft gereageerd. Of ik heb gereageerd. Judith, mag ik je vriend worden? Deze vraag weten jullie als het goed is. Je mag mijn vriend worden, maar het kan niet. Hoi. Mooi. I love you. Uh-oh. Lieve Judith, een paar vragen voor je. Cola, Fanta. Fanta. Maar ik drink eigenlijk alleen maar fristie en water. Zo klinkt echt alsof ik verslaafd ben aan fristie, maar ik drink gewoon water. En als we dan uit eten gaan, drink ik fristie of Fanta, maar meestal fristie. Arabie of Connemara? Connemara. Kort haar of lang haar? Bij paarden kort haar. Lotje heeft ook altijd vrijwel altijd korte manen. Die hebben we nu ook weer bijgeknipt. Of lang haar. Of en, bij mezelf lang haar. Of lang, gewoon tussenin. Dit vind ik gewoon goede lengte. Ik moet wel binnenkort naar de kapper, maar ja. Hoe zijn jij en Daphne zulke goede vrienden geworden? Nou ja, zij is... Dus zij was al heel groot op Insta van Slijghorses X. En ja, daar kennen wij eigenlijk elkaar een beetje van. Omdat ik reageerde een keer op haar verhaal. Toen hadden, of zij reageerde op mijn verhaal. Toen hadden we gewoon een gesprek. Ik weet niet eens meer. En ja, ik weet niet. Het klikte gewoon heel erg. Omdat we allebei een beetje hetzelfde... hadden. Zij ging ook Star Stable spelen. Zij gewoon heel veel ook dingen gewoon buiten Star Stable en zo, die gewoon best wel heel erg, dat wij best wel op elkaar lijken, denk ik. Ik denk dat dat wel heel goed werkt. Wij lijken echt best wel heel erg op elkaar. En we hebben ook altijd dezelfde mening en zo. En ja, wij appen ook echt bijna, we appen sowieso een paar keer per week. En snappen. Maar dat doen we ook niet meer voor de snapscore. We zijn gewoon zulke goede vrienden geworden, omdat we denk ik gewoon best wel heel erg op elkaar lijken. En we zien elkaar eigenlijk nooit.
Ik bedoel, we hebben elkaar denk ik nog maar 2 keer ontmoet in het echt. Maar ja, we zitten eigenlijk allebei een beetje hetzelfde schuitje qua YouTube en zo. En ja, ze heeft dan geen eigen pony, maar ze heeft dan Uriah. En ja. En kunnen jij en Daphne Uriah en Lotje een keer samen video maken? Uriah en Lotje bij elkaar brengen, dat is een beetje lastig, omdat ik zelf geen rijbewijs heb. Daphne kan op zich met Uriah naar ons toe komen, want ze heeft een rijbewijs. Maar dat kan dus helaas niet. En ik denk ook niet dat mijn moeder het een goed idee vindt of zo. Maar we gaan sowieso samen video's opnemen voor mijn kanaal en voor Indraf. Dus dat wordt heel erg leuk. En ook voor haar kanaal. En dan komt zij naar mij toe. En dan gaan wij een keer naar haar toe. Maar dat is na mijn examens. Dan hebben we hebben echt al wel gepland dat we weer naar elkaar toe gaan. Ook echt na super lang. Dus ja. Hallo, ik ben Debbie. Een van je grootste fans. Vroeger was je al super. Toen volgde ik je al zo lang. Kun je alsjeblieft terugschrijven? Dat is mijn grootste droom. Een mailtje terug. Iemand die mij... volgens mij volgt me dan al heel lang volgt. Zo, dan lijkt het net alsof ik de brief heb gelezen. Dat is ook zo. Ik weet, ik heb volgt verkeerd geschreven. Oh, ik krijg net een bericht op YouTube. Wonen jij in Amerika? Kan je daar ook een video over maken? Lijkt het jullie leuk als ik een video ga maken over toen ik in Amerika woonde? Met allemaal oude foto's en zo. Dat is misschien wel leuk. Ik ben op je geabonneerd en op het andere kanaal en eraf. Ik vind je de beste YouTuber. Dankjewel. Ik weet, ik ben weer vergeten hoe ik een hartje moet maken, jongens. Hoi. Hoi Judith. Ik heet opeens ook Judith. Hé, dat is toevallig. Ik kijk altijd je video's. Ik vind het super leuk en jammer voor je starcoins. Inderdaad, jammer van mijn essay. Wat kan ik zeggen? En voor de rest, dank je wel. Lieve Judith. Oh, huh, maar deze... Oh, deze heb ik net ook al beantwoord. Deze verwijder ik dus weer. Beste YouTuber. Hoe kom je zoveel abonnees? Ik heb 3 vragen. Oké. Hoe kom je... Ze heeft 3 vragen, dus de eerste. Oké. Hoe kom je aan zoveel abonnees? Nou, ik ben heel vroeg begonnen toen Startable dus nog wel op zich groot was, maar nog niet echt in Nederland bekend was. Ben ik gewoon begonnen met Startable van... Hey yo, ik ga lekker Startable. En dat ging ik dus ook doen. En toen ging ik filmpjes maken met mijn stem. En ik was een van de eerste die dat in het Nederlands deed. En als je een van de eerste bent met iets en het goed wordt ontvangen, dan gaat het ook heel hard. En ik denk dat ik uploadde echt 3-4 keer in de week. Ik denk dat het daarom ook heel snel is gegaan. Dat ik daarom ook best wel groot ben geworden. Wat zou je willen? Echt geld of starcoins? Echt geld, want dan kan ik dan starcoins mee kopen. Yorkshire of starcoins? Starcoins. Vraag 3 vrienden of je paarden... Die snap ik niet helemaal. Je bent super. Super. Leuke vragen. Oh, ik blijf ook maar berichten krijgen gewoon, jongens. Ik wist niet dat ik vrienden had. Hoi. Hoi Judith, ik heb hier wat vraagjes. IJslander of Mustang in Star Stable? Ik neig steeds meer naar de Mustang. Ik vind de IJslander niet meer zo leuk. Het komt heel erg doordat ik niet meer Billy vaak zie. Pizza of friet? Ik hou niet van het woord friet, dus pizza. Ik hou alleen van het woord patat. Zwart of wit? Zwart, want zwart slankt af. Dit waren de vragen. Wil je reageren? Ik wil wel eventjes reageren. Beantwoord in de video. Ja, hey hoi. Hey hoi. Bedankt voor het reageren op mijn vorige brief. Ik flipte hem helemaal. Zou je misschien een mailtje willen sturen wanneer iemand een club zoekt? Want ik heb een leuke club voor die mensen. Dus wil jij ook in een leuke... Van mijn konijn Lucky, ja. Mijn konijn kon soms naast me op de bank zitten. Oh, dat vind ik leuk. Ik wou dat ik een konijn had die dat ook deed, maar mijn konijn is dood. Nou jongens, willen jullie in een leuke club? Ga dan naar mail dan Juni Lowfood. Want die heeft een leuke club. Um,
Ik wou vragen, op welke server zit je club? Want dan hebben jullie die informatie. Ja, want andere meisjes is in ieder geval de server. Want ik vind dat vinden mensen volgens mij altijd wel heel erg belangrijk. Hey Judith, ik snap je verhaal, maar zou je misschien een vriend kunnen verwijderen? Sorry jongens, ik kan echt geen vrienden worden. Ik heb het al heel vaak uitgelegd. Jullie willen het niet snappen. Hartje. Hey Judith, bedankt dat ik in je video zat. Door jou heb ik nu een hele leuke club. Oh, dat vind ik leuk. Ja, laat weten jongens of je hier door mij dan een leuke club hebt gevonden. Yo, hoi Judith, ik ben al heel lang fan van je. Zou je iets terug willen sturen? Iets. Zo. Soms ook vind ik mezelf echt te droog. Dit is voor die opdrachten. Vraag ze een familie. Liever langs op ras SO. Ik weet het niet, jongens. Het minst leuke paard van SO. Ja, die heb ik in een video laatst beantwoord. Fort Pinta of MF. Mistval, denk ik. Mistval. Wat denk je dat de volgende update wordt? Ik denk een missie. Maar de eerste grote update is, denk ik... Oeh, ik weet het niet. Misschien iets met Veulens, omdat mensen daar wel heel veel over hadden. Maar ja, we hebben natuurlijk al Veulens. Je favoriete champ? Oeh, die hebben ze nog nooit gevraagd. Ik vind die van de Jorvik-stallen wel heel erg leuk. Waar ben je bang voor? Ik ben bang voor spinnen. Ik kan niet goed zien of zo in het donker. Als het donker is en er niet veel lampen is, dan kan ik niet goed zien. En dan vind ik het ook... Ben ik heel erg bang. Ik ben altijd bang dat mensen me laten schrikken. Dus ik wantrouw veel, jongens. Ik ben bang om... Hoe zeg je dat? Ik ben niet bang voor paarden. Ik sta naast een paard sta ik heel stevig in mijn schoenen. Maar als ik erop moet gaan zitten, als ik moet opstappen, dan moet ik mezelf er echt overheen zetten dat ik erop moet gaan. Omdat ik het opstappen heel eng vind. Het is echt heel raar. Dat komt door mij en Lotje eigenlijk. Door ons beiden. Niet alleen door Lotje. Of niet alleen door mij, maar ook door Lotje. Dus ja, best wel veel wat dingetjes. In een luxe doos wonen of in een niet-luxe huis? In een niet-luxe huis. Oeh, die moet ik niet verwijderen. Fijn, hey Judith, je maakt super leuke video's. Dankjewel. En je bent super lief. Je maakt echt leuke filmpjes. En een vraag voor jou is, welk paard zou je nog het liefst op Star Stable willen? Ja, ik zou dus of nog echt een lookalike lotje willen. Dus iets van een NRPS, maar dan die echt ook dezelfde bles heeft en zo. Maar dat is heel lastig hoor, want lotje heeft echt een lastige bles. En dravers lijken me heel erg leuk. Of de Rocky Mountain Horse, want die hebben andere gangen. Dat lijkt me ook heel erg leuk. Oh, de brievenbus zit vol. Jammer. Oh, ik ben niet een fan. Oh, wacht. Nou, ik zie Veers als wordt je gepest. Ik wil ze weghouden van je. Oh, dank je. Oh ja, maar dat was vorige keer. Dat vond ik hele moeilijke. Snapte ik niet helemaal. Ik ben niet fan, maar het leek me leuk om weg te houden van je. Maar dan moet ik je vriendin zijn, want dan weet ik wanneer je online bent en wanneer ze je pesten. Jongens, jullie hoeven me echt niet te helpen. Ik kan heel goed zelf verdedigen. Ik weet dat je van vragen houdt, dus hier zijn ze dan. Wat wil je nog hebben in Star Stable? Als in wat ik nog wil kopen? Ik wil gewoon alles kopen wat ze in Star Stable. Ik wil gewoon letterlijk mijn hele kast vol hebben. Dat lijkt me echt leuk, dat je gewoon moet wachten tot een nieuw space is om nieuwe spullen te kopen. Dat lijkt me echt gaaf. wat wil je... Oh, wacht. Wat wil je als absoluut weg in Star Stable? Echt weg? Wat echt weg moet van mij? Nou, weet je waar ik zo'n hekel aan heb? Dat mogen ze van mij veranderen. Kijk. Als ik nu... Normaal kun je rennen... Dat was vroeger. Dan kon je rennen en zo tegelijk. En dan tegelijkertijd in je dingen doen. En ze moeten er echt voor zorgen dat dat stopt. Dat is echt wat weg mag van mij. Maar voor de rest... Nee. Welke mail was het? Oh, deze.
Zou je voor een dag 24 uur de baas van Starship willen zijn? Ja, dan zou ik heel wat dingen aanpassen, dat wel. En is niks wat echt weg zou moeten. En ik zou trouwens overweg, ik zou het allemaal wat goedkoper maken qua Starcoins. Ik bedoel niet, ja, de kosten van Starcoins. En over hoeveel een vos kost. Dus ja, ik zou 24 uur de baas willen zijn. Wat vind je het mooist van Star Stable? Ik vind de paarden nu steeds mooier worden. Ze worden echt realistisch. Dat vind ik heel leuk. Wat vind je het stomst van Star Stable? Best wel wat dingen. Nee, Star Stable is nu heel erg gefocust op nieuwe mensen krijgen. En dat vind ik niet leuk. Je video's zijn echt heel leuk. Blijf ze doorgaan. PS, als je een haatattractie hebt, blijf jezelf en trek je er niets van aan. Dankjewel. Ik vind het zo leuk dat jullie zulke motiverende dingen neerzetten. Oh. Oh my god. Oh. Ik heb een paar vragen voor je. Vries of een New Forest? Vries, want daar kan ik op rijden sowieso. En jongens, het is niet dat ik per se wil rijden. Maar je koopt een paard als basis om te rijden. Arabier of Shetlander? In dit geval een Shetlander, want ik vind Arabieren niet mooi. Billy of Lotje? Lotje, want ik heb met Lotje echt een band. En met Billy, omdat het een manegepony is, kun je daar geen band mee krijgen of zo. Je kunt er wel een band mee krijgen, maar anders als met een eigen paard. Of je verzorgpony. Hond of Shetlander? Ik vind Shetlander zo leuk, jongens. Het lijkt me echt zo leuk om dan allemaal van die leuke kuntjes en zo aan te leren. Ja, ik heb al een hond. Dus als er nog een dier bij zou moeten, een Shetlander. Ros setje of een paars setje? Ik vind dit paars setje. En het echt, we hebben geen één paars dekje, jongens. Zou je alsjeblieft wel terug willen sturen? Wat? Echt, dit vind ik echt lullig. Oh jongens, ik heb echt zin in soep nu, jongen. Hoi, ik vind het superleuk. Wil je please reageren? Ja hoor. Hoor. Ja hoor. Hier, ik ben een grote fan. Ik hoop dat ik in je fanmail video zit. Hier een paar vraagjes. Kleine pony of een heel groot paard? Oh, een heel groot paard. Lijkt me echt gaaf. Wanneer waar je altijd op je favoriet mag? Eigen paard of pony? Eigen paard of pony? Want daar heb je, ja, daar kun je echt een band mee krijgen. Ook al kun je er niet op rijden. Wat is je lievelingspaard op Star Stable? Ik weet het niet. Was je soms paard op Star Stable? Weet ik ook niet. Ja, ik denk dan die blauwe pony. Halflinger over Noordzweet. Is Star Stable een Noordzweet, maar niet echt een halflinger? Nieuwe Arabier, oude Arabier. Nieuwe. Grijs paard, wit paard. Ik wil echt een wit paard. Dit waren de vragen. Ik hoop dat je ze leuk vond. Wil je mijn brief terugsturen? Ik wil wel een brief terugsturen. Jongens, nadert het einde. Hey lieve Judith, ik vind je kanaal superleuk. Hier een paar vraagjes voor je. Heb je wel een Starcoins gekocht? Ja, heel vaak. Heb je ooit spijt gehad toen je een paard hebt gekocht? Nou, ik had heel erg spijt van die gevlekte Thunder Shadow. Die ik nu aan het trainen ben. Nou, ik heb niet echt spijt van dat ik paarden heb gekocht van een bepaald paard. Maar meer spijt dat ik altijd zoveel paarden koop. Want ik wil eigenlijk altijd al mijn paarden uittrainen. Maar dat lukt gewoon niet. Wels of een fjord? Wels. Ik heb nog maar één wels. Er moet echt een nieuwe wels bij, jongens. Ik heb 3 fjorden. Stukjes of peesjes? Peesjes. Stalhulp of zelfverzorgen? Stalhulp. Ik ga niet al mijn paarden zelf verzorgen. Dit waren de vraagjes van de beste. Je bent de beste, Judith. Dank je. Dank je wel. IJslander of fjord? IJslander, omdat ze een extra gang hebben. Epona of Zuiderhoef? Ik ben nog nooit in Schotland of zo geweest. Maar ik vind Zuiderhoef zo erg op Schotland lijken. En ik ben heel erg van de Engelstalige
delen van de wereld. Zuiderhof. Nieuw Noord-Zweed of Connemara? Connemara. Vandaag of omdat het Noord-Zweed al bestond. Vandaag of livestream met maar één andere persoon. Een livestream met Daphne samen. Puppy of oude kat? Wij hebben niet echt oude katten, maar ik vind oude katten heel leuk als je ze dan al heel lang hebt of zo. Puppies zijn best wel moeilijk. Je moet ze opvoeden. Dat is best wel zwaar. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik denk een puppy. Ja, ik denk een puppy. Fan en vragen. Hey Judith, ik ben een grote fan. Hier een paar vragen. Wat is je favoriete star? Ik weet het niet. Welke ras vind je Star Stable echt heel stom? De Friese sportbaard. Want ik snap niet precies waar. Die bestaat volgens mij niet eens echt. Of ja, bestaat misschien wel. Maar ik heb er echt nog nooit van gehoord. Hond of kat? Hond. Paard of pony? Grote pony. Een soort van paard dus. Please reageer. Vol de brievenbus. Is je brievenbus vol? Even testen. Het zou wel leuk zijn als hij het verstuurt. Verstuurd en ontvangen. Nee, wacht, een X steeds beter. Hoi Judith, ik kijk altijd je video's. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ik heb een paar vraagjes voor je en een opdracht. Haflinger of Draver? In het echt? Ja, ik weet niet. Haflinger? Draver? Oh jongens, ik kan dit echt niet beslissen. Ik weet het niet. IJsland of Fjord? Fjord? IJsland? Mennen of rijden? Rijden. Ik vind mennen lijkt me echt heel erg eng. Hier zit weer een opdracht bij. Die gaan we in een speciale opdrachtvideo doen. En ben je allergrootste fan? En ik zou een eigen paard krijgen, maar die was verkocht. Oh, dat is jammer. By the way, je bent echt... Ik ben echt je grootste fan. Zou je een keer een let's play met mij willen opnemen? Sorry, ik kan helaas geen let's play opnemen. Helaas geen LP samen met je opnemen. Want als ik dat met jou zou doen, moet ik het eigenlijk met heel veel mensen doen. Over de andere mensen. Zo. Was dat netjes? Als ik het met jou zou doen. Man, dat met jou zou doen. Moet ik dat? Kan dat wel? Zo, nu moet hij kunnen. Die stomme filter van Star Stable. Hey Judith, je bent de beste YouTuber die ik ken en je maakt leuke video's. Ik ben natuurlijk op je geabonneerd. Het kan het woord niet helemaal schrijven, dan komt het dit. Och, tuurlijk. Altijd die filters, hè? En de video's die je met zo'n winst maakt, zijn ook altijd super. Dankjewel. Ik heb het niet goed geschreven, ik weet het, jongens. Ik vraag me af, kun je naar meerdere mensen tegelijkertijd een mail sturen? Een paar vragen voor je. Patat of hotdogs? Oeh, hotdogs. SSO of YouTube? YouTube. 10.000 starcoins of 100.000 Jorvik shillings? Nou, 10.000 starcoins. Flat of huis? Een huis. Cola of sinas? Sinas.
alweer verkeerd geschreven. Ik vergeet steeds die E, jongens. Het spijt me. Oh, ik zou graag... Ik hou heel erg veel van jou. En ik kijk je video's al, ik kijk je video's wel 1000 keer. Zo. Oh, daarom krijg ik altijd zoveel weergave. Ik kan helaas geen video met je opnemen. Dat heb ik net ook uitgelegd waarom. Sorry. Wil je liever alle paarden van Star Stable of 1 eigen pony? Een eigen pony. Heb je huisdieren? Zo ja, hoe heette die? Ik heb er heel veel. We hebben 6 katten. Hier hebben we 2. Valentijn en Floris, die zien jullie daar. Valentijn is de zwarte. En dan hebben we... Ik wil even ergens anders chocola gaan eten. Dan hebben we... Geel, Loesje, Govert, Olivier. We hebben nog een hond, Bouke. En ik heb dan nog mijn eigen paard. En we hebben nog vissen. Heb je huisdieren? Ja. Oh, wacht, die heb ik al beantwoord. Ben jij iedere dag online? Yes. Nee, ik zeg yes, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben 1 keer in de week online eigenlijk. Of 2 keer. Meestal in het weekend. Welk paard van Star Stable is je favoriete? I don't know. Hoi. Hartje, hartje. Hoi, zou je eerst even willen zeggen dat je beste YouTuber bent van NL? Zo, dat zijn best veel YouTubers. En ik wil je wat vragen, zwart of bruin? Kleurpaard. Zwart. Paard of pony? Een grote pony. Noord haf, of een haflinger? Een Noordzweed. Hey, ik heb een paar vraagjes. Welk paard is, hoop je dat je nog op Star Stable komt die niet bestaat? Die nog niet bestaat op Star Stable, denk ik dan. De eenhoorn. Welk niveau doe je op school? Ik doe MAVO. TL, ja. Ze noemen het GL, maar ik doe een extra vak. Dus ik doe officieel TL. En wil je nog een keer een video met Anouk opnemen? Vast wel. Wil je alsjeblieft iets terugsturen? Ja, ik wil wel wat terugsturen. Send. Oh jongens, het einde nadert. We hebben echt lang gedaan. Hier een paar vragen. Wat wou je laten worden toen je klein was? Oh, toen ik klein was. Weet niet, dierenarts of zo? Nee, ik wou nooit dierenarts worden. Ik weet het niet wat ik vroeger wou worden. Wel altijd iets al met filmen en zo, dat weet ik wel. Wat zou je doen met 1 miljoen euro? Of... 1 miljoen euro of een grote stal met allemaal paarden erin. 1 miljoen euro. Want wat heb je eraan als je heel veel paarden hebt, maar je geen tijd hebt om te verzorgen? Nooit meer Star Stable of nooit meer Lotje? Nooit meer Star Stable. Echt waar, ik zou het meteen verwijderen als iemand zegt, anders gaat Lotje weg. Wat zeg je, friet of patat? Patat, want ik haat het woord friet. En antwoord iets, maakt niet uit wat. Iets. We gaan dit helemaal naar beneden doen. Zo. Ik vind mezelf echt grappig. Hoi, wil je alsjeblieft reageren? Ik reageer. Versturen. Send. Mag ik van mijn vrijdag video komen van volgende week? Jij zit er nu in. Oeh, sorry jongens. Hey, ik ben een super grote fan van jou. Je maakt echt mega leuke video's. Wil je hooi terugsturen? Ik heb een paar vragen. Patat of shawarma? Ik vind patat steeds minder lekker worden. Shawarma. Chocola of chips? Nou, ik doe een maand lang geen chocola nu. En ik wil eigenlijk gewoon... Wat het ding is, ik eet het liefst chips. Maar ik ben heel erg van het zoet en zout. Ik vind alles gewoon een beetje lekker eigenlijk. Dus als ik gewoon stop altijd voor de rest van mijn leven, gewoon met een paar maanden geen chocola eten. Dus ik ervan afkik, niet dat ik echt verslaafd ben eraan. Dan stopt op een gegeven moment waarschijnlijk, of dan op een gegeven moment heb je niet meer de behoefte aan chocola. Dus ja. Warm bloed of koud bloed? Warm bloed. Maar ik vind koud bloeden ook heel erg leuk. Ik zou later denk ik zelf trouwens een koud bloed, half warm bloed kopen. Omdat koud bloeden heel cool zijn.
in hun hoofd. En niet snel ergens van onder de indruk zijn. En Lotje is dat ook niet echt trouwens. Maar die schrikt wel veel sneller. En die is ook best wel snel en zo. En daar hou ik gewoon niet zo van. Vind ik gewoon een beetje eng. Draf of galop? Galop. Want dat zit het fijnst, vind ik. Doorzitten of lichtrijden? Lichtrijden. Ik kan echt niet doorzitten. Sand. Oh, ik wou het zeggen. Dat het zo lang. Als je voor de vragen. Ik hoop dat je het leuke vragen vond. Kan je nog steeds een leuk testje hebt gereageerd. Oh, die is van het laatst. Dat vind ik leuk. Oké, nou jongens. Ik weet niet hoe lang deze let's play duurde. Hij duurde wel echt weer heel erg lang voor mijn gevoel. Dus, dit was de let's play. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doeg!